Leuk dat je kijkt naar een nieuw video-item hier op gamerset.nl. Je gaat de komende week heel veel video-items van ons zien, want... Kijk, die video's van ons, dat bestaat natuurlijk bij de gratie van wat wij krijgen opgestuurd, Salim. Ja, sorry, ik hing aan je lip. Ik was zo invested in dit verhaal. Ja, dat hangt daar heel erg van af, ja. Ja, en ik heb hier een hele stapel dozen liggen met allemaal spullen die wij mogen gaan uitpakken. Ja, dat is leuk. Dat is altijd leuk. Ja? Ik vind het leuk. Vind je leuk? Ja. Nou... Jij ik ook? Niet? Nee, heel leuk. Nee, daar heb ik heel veel zin in. Ik heb ook heel veel zin in. Dan pak er wat bij. Ja, ik heb hier iets liggen. Dit is Cor op de molen voor Salim Haring. Wanneer hij deze game gepreorderd. Oeh. Is er vannacht mee aan de slag gegaan. Ja. En hoppata. Kijk, deze tas. Ik laat hem even aan de zaal zien. Als je het niet erg vindt. Oh, vet. Eén voor. Er staat IJvoort gewoon op. Ik heb hier de vingercamera. Die had ik ook even opgestart. Kijk, mooi hoor. Kijk, kun je hem zien... Hoe mooi dat eruit ziet. Zou ik zo zeggen, pak hem lekker uit. Ja, we gaan gewoon beginnen. Ik weet het ook allemaal niet, hè. Ik weet nu pas dat dit van AC is. Allereerst een bijltje. Die kan ik beter daar even laten zien. Hallo. Hallo. Is dit op schaal? Jij hebt de game. Ik niet. Ja. Ja, ik heb de game ook wel. Maar hij is iets... Ik heb hem ook wel. Maar... nee, ik weet het niet. Maar dit is natuurlijk de hakbijl van papa Eivor. Van papa Eivor. Papa Eivor. Ga ik vanuit. En we krijgen het een beetje net als bij de Lingo. Weet je nog, vroeger bij Lingo, dan kwam Lucille, ook als je verloren had, kreeg je alsnog zo'n tas. Ja, van duurde wel lang als ze hem zelf moest halen. Toch natuurlijk. Toch? Ja, het kan raar lopen. Hey, ze gaat de kamer in, hè, voor het CDA, wist je dat? Oh ja? Ja. Voor het CDA? Ja. Heb je zien dat die vrouw gelovig was? Ja, die is hartstikke gelovig. Die geloven dat het goed komt. Nou. Nee, dat is leuk mens. Mooi, leuk mens. We gaan hem gewoon openritsen. En dan gaan we... Ik haal even die beuken van tafel. Dat staat zo ordinair met die vingerkamera. Wacht hoor. Is niet van mij. Oh, zo. Nou. Hoppakee. Ik ga hem gewoon even uitpakken. We beginnen met het hoofdvak. Ik denk dat alles daarin zit. Gok ik. Neem ik aan. Nou, we beginnen gewoon even met een klein dingetje. Mag ik gewoon open? Ja, maak gewoon alles open. Ik vind hem allemaal prima. Dit is een soort Ziploc bag. Het zou vet zijn als het een grammetje wiet of zo is. Een grammetje wiet? Zo ziet het er lekker uit. Viking. Skunk. Be a Viking. Be a Viking. Nee, is het niet. Dat is de tagline, hè? Hashtag be a Viking. Hashtag live like a Viking, toch? Oh, ik heb hem dan de taak al verkeerd. Ja. Geeft helemaal niks. Oh, die moeten we even op de vingerkamer. Dat is een heel klein... Dat vind ik leuk. Een heel houten poppetje. Houten poppetje van mannelijke Eivor. Want hij is natuurlijk man of vrouw in het spel. Met de Sinun op zijn schouder. Dat is de raaf. Ik ben zo ingelezen. Ja. Dus dat is één. Is dat mooi of is dat mooi? Nou, natuurlijk zit daar ook altijd stukken kledij bij. Oh, het zijn allemaal dingetjes. Oh, ja, kijk eens. Het begint al met een muts. Met een beanie. Met een beanie. Ik zet hem gelijk even op. Dit is een degelijk beestje. Ja. Sorry. Is dat je goed? Dankjewel. Het is een screedmutsje. Ik heb hem volgens mij heel raar op. Maar nee, uit. zo ken ik je weer. Het is een screedshirt. Het is een screedshirt, ja, leuk. Oh, die vind ik ook tof. Hij is heel mooi. Minimalistisch. Ik vind het altijd wel fijn als de kledingstukken, zeg maar, de soort van merch... Niet gewoon een shirt is met fucking groot Assassin's Creed erop. Nee, het is heel minimalistisch. Amper dat er iets op staat. Nee, dat niet. Maar het is meer, je kan er een soort van mee op straat. Ja, je kan zeker mee op straat. Toch? Jij wel. Het is niet, ja, toch? Het is niet dat je... Nou goed. Leuk t-shirtje. Nog een t-shirtje, denk ik. Ja, dat is dezelfde. Welke maat hebben we? Waar praten we over? We praten over een size L. Ja. En een size, die heb jij vast. Dit is L. Oh, dit is ook L. Twee keer L. Nou. Leuk hoor. Kijk, talking about actueel en hoe zeg je dit? Ik voel me altijd als een klein kind wat dingen uitpakt als dit doet. Een mondkapje. Een mondmasker. Wasbare, een herbruikbare, mooi stoffen mondkapje. Ook weer met het, ja dat kan je misschien zien, maar dat is met Assassin's Creed logo erop. Assassin's Creed, even de vingercamera. Hallo. Dat is dus niet te zien zo. Zo, het Assassin's Creed logo erop. Wil jij ook iets eruit halen? Ja, dat is goed. Oh, die grote. Ja. dit is de steelcase van de game. Vet. Ja, daar zit dan de game niet in, want dat doen ze dan niet. Kijk. Nee, dat doen ze dan niet. Maar goed, daar kan je dan, als je die game hebt, kan je hem daarin doen voor je kast. Ja, zeker. Dat staat mooi. Mooi, man. Echt leuk. Dan zit er volgens mij nog één groot iets in. Er staat ook heel goed op demo unit. Dus ik weet niet wat het is. Oeh, wow.
dit is wel echt even heel kicken. Ja, daar komt hier. Ik zal hem even laten zien. Het is de HyperX Cloud 2 Mega Blubber Power 7.1 Surround headset. Nou, ik heb deze headset. Maar dan niet natuurlijk gethematiseerd. Maar dit is volgens mij voor velen wel een beetje de hybrid headset. Want dan moet je even goed kijken. Hij kan op PC. Ja. Met een USB. Maar je kan dit ook loskoppelen. En dan is die gewoon 3,5 jack voor je console. Dus dit is wel volgens mij, ik heb het idee dat dit een van de meest populaire gaming headsets op het moment is. Nou, leuk. Maar dan met EVOR op de zijkant. Nou, echt, vind het helemaal geweldig. Helemaal tof. Dankjewel Ubisoft. Dankjewel Ubisoft. Er zit nog iets in hoor. Er zit toch iets in. Nou, dat houdt niet op. Niet vanzelf. Wat een cadeautjes. De presskit, het presskit boekje. Ik zal even de VIN-camera erbij pakken. Hier staan dus allemaal leuke stukjes informatie in. Meeting met een assassin. Ja, je zou willen meeten met een assassin. Hoe kom je nou goed beslagen te nice? En niet met je haar zo. Nee. Dat zou ik niet als je doen. Niet met een beanie net opgehaald. Nee. The Dark Ages of Medieval England. Nou, Medieval England. Medieval England. Yes. En nou ja, hartstikke leuk boekje. Mooi. En er zitten ook allemaal in. En dan de tas. Nou, dat hadden we al gezien. En de tas zelf. En de tas zelf. Je bent helemaal settled. Zou ik eens even kijken? Dat is natuurlijk wel het ding in de tas. Dat je even moet kijken of er niet nog. Maar ja, dan word je tegelijkertijd natuurlijk ook ondankbaar. Dat je nog gaat zitten zoeken. Jezus, zit er niks in! Alsof. Nee, er zit ook een. Even nog even over de tas zelf. Hier heb je dus ook een mooi laptopvakje. Leuk, lekker, makkelijk. Dus kan je laptopje meenemen. En ook voor de tas geldt weer, moet ik zeggen. Je kan er mee over straat. Je kan er zeker mee over straat. Het is geen goedkope merch. Ze hebben wel echt hun best gedaan om hier wat moois van te maken. Dus zeker. Dat is dikke kudos naar Ubisoft. Hartelijk bedankt hiervoor. Ja. En wij zijn er blij mee. We geven een t-shirt aan Patrick, de reviewer van dienst. Ja, de review staat inmiddels trouwens live. Ja, de review staat live. En er komt ook een podcast reviewer met Patrick. Ga ik opnemen. Hey. Dat weet hij nog niet, maar dat gaan we wel doen. Er gaat er een naar Patrick. Deze gaat naar Koen voor de potracecast. Ja, dat lijkt goede audio? De microfoon is prima. Maar neem jij er ook mee om met mij podcast? Nee, daar heb ik een andere. Daar heb ik duur speel voor. Daar heb ik heel duur speel voor. En de rest, gaan we nog wat weggeven of doen we dat lekker via Patreon? Via Patreon kun je de rest winnen. Patreon.com is gamersnet. Maar dit zit erin, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En dan voor nu zeggen we. Skal! Dat is. Keiskal. Dat is Vikings voor proost. Oké. Of is het gewoon Noors? Ja, Noors. Maar weet ik niet. Ik weet niet of Viking een taal is. Nee, dat is Noors. Dat is heel Aziatisch. Aziatisch? Nee, daar bestaat ook niet. Nee. Mooi. Goed. Leuk item. Dag.